Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik de trendeditie Live Life in Coral uittesten van Essence. De collectie is inmiddels niet meer in de winkel te koop. Misschien nog in de uitverkoopbakken, maar online is het nog steeds verkrijgbaar. Dus ik ga deze collectie een beetje uittesten en ik vertel uiteraard wat meer dingen over de collectie, wat er van verwacht wordt van Essence zelf. Dus mocht je benieuwd zijn naar de collectie en of hij mij bevalt, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Essence vraagt zich af in deze trendeditie of je klaar bent voor een onderwateravontuur. Want deze collectie is een mengeling van exotische kleuren die op je wacht op een koraal geïnspireerde collectie eigenlijk. De accenten zijn dan ook levendig blauw. De bedoeling is dat je de schoonheid ontdekt van alles wat er in het water leeft. Je hebt dus een lip- en wangproducten, waardoor je je glans zou versterken. Er zit een poeder in, nagelstickers en je hebt ook nog eens een blauwe mascara, waardoor je een ultieme oceaanervaring zou krijgen. Ik zal de prijzen van de producten even in beeld neerzetten. Ik begin even met het lipmasker en dat is deze. Het is dit lipmasker. Hij ziet er echt prachtig uit. Hij heeft waarschijnlijk wel een naam gekregen als ik die kan lezen, maar dan moet ik denk ik heel eventjes de zaklamp erbij aanzetten, want het is tegenwoordig zo klein. Nou, ja, 01 Coralicious Vibes heeft hij gekregen. Essence zegt zelf over dit lipmasker dat hij heel erg voedend is. En hij heeft een heel mooi kleurrijk swirl textuur. En dat zie je al meteen, dat ga ik je zo ook laten zien. Hij zou heel snel intrekken en de lippen lekker zacht maken. Hij is dus ook ideaal voor basis voor onder je lipstick of je lipgloss. Door de warmte van je vingers zou de textuur heel makkelijk aanbrengen, doordat hij een beetje smelt. Nou, ik liet het potje al even zien, maar ik zal hem even openmaken. Hij zit ook afgedekt met een, ja, blaadje. En dan is dit de textuur. Kijk eens even hoe mooi dat swirl effect eruit ziet. Het is gewoon bijna zonde om te gebruiken. Ga ik wel doen. Ik ga hem nu niet swatchen, want dat ga je toch niet zien. Want hij gaat waarschijnlijk gewoon transparant zijn en dat is gewoon niet heel erg handig om te laten zien, want daar zie je gewoon niks van terug. Maar ik ben heel erg benieuwd naar dit lipmasker, dus ik ben ook wel benieuwd of dat hij nog een lekker geurtje heeft. Dus dat is die. Ook hadden ze poedersponsjes, dat zijn deze. Ik vind deze zelf heel handig om te baken. Je kunt ze dus gebruiken bij de poeder, maar doordat ik deze heel handig vind om te baken en met deze poeder kun je niet zo makkelijk baken, ga ik ze niet gebruiken, maar ik laat ze wel eventjes zien. Ze hebben de naam 01 Coral Crush Compagnons gekregen. En de sponsjes zouden een ultra zacht materiaal hebben, waardoor je de poeder heel gelijkmatig kunt verdelen. Er zit dus ook een gripband aan en dat vind ik wel heel leuk. Dat is deze en er staat dan ook zo'n zeediertje op. Ik weet dat hij een bepaalde naam heeft. Zeepaardje heet het geloof ik, nu ik erover nadenk. Ik kwam er eventjes niet op. Dan hebben we de poeder en dat is deze. Dit is de poeder. Heeft de naam 01 Smiling from Shore to Reef gekregen. En de binnenkant is echt heel mooi om te zien. Want kijk, hij heeft een heel erg mooi patroontje erin gekregen. Echt zo'n onderzeewereldpatroon. Want je ziet zo'n zeepaardje. En ik geloof dat dit een beetje van dat zeewier is. Heel erg mooi. Het is een matterende, transparante poeder. Waardoor je dus een matte textuur op je gezicht zou krijgen. De textuur is eigenlijk hetzelfde als de populaire All About Matte Fixing Compact Poeder. Die Essence ook heeft of had. Weet ik niet meer. Ik ga hem wel even swatchen deze. En dan zie je gewoon al dat hij wit is op mijn vinger. En kijk, dan heb ik hem hier aangebracht. Dit soort poeders zijn dus gewoon heel handig. Want die is dus gewoon voor iedereen heel geschikt. Voor alle huidstinten. Dus dat is altijd wel heel fijn. Dan is er een lipgloss. En dat is deze. Ziet er heel leuk uit. Heeft de naam 01 Sun Rising Reef gekregen. En het zou een ombre lipgloss zijn met een subtiel glanseffect. Wel een hoogglans finish. En de textuur zou niet plakkerig zijn. Vind ik altijd wel heel fijn.
Hij ruikt best lekker. Dit is gewoon de applicator met een mini openingetje. Een heel klein beetje zwartje. Nou, dat andere effect zie ik dan niet. Want kijk, ik vind hem gewoon transparant. Ik heb hem hier geswatcht, maar hij is wel echt transparant. Maar goed, wie weet ziet het er op de lippen nog weer anders uit. Dat zou kunnen. Dan hebben ze ook een Bypace Lip Oil. En dat is deze. Ziet er ook heel leuk uit met die blauwe textuur. Of blauwe glans erin. Heeft de naam 01 Coral Cute Corals gekregen. Oh nee, sorry. Ik zeg het helemaal verkeerd. Ik kan het zo slecht lezen. De naam is... Cuter Coral. Dat is de naam. Het was een beetje moeilijk te lezen. Het zou wel een rijke lipolie zijn, waarmee je een hydraterende glans zou krijgen. En hij heeft dus een twee fase volume. Je zou hier zachte en glanzende lippen van krijgen. Ik ben heel erg benieuwd. Hij ruikt niet super lekker. Dit is de applicator. Dan ga ik hem even swatchen. Ik heb mijn doekje vergeten, dus mijn hand zit helemaal zometeen onder de swatches. Wat niet heel handig is, maar het is niet anders. Ik heb hem hier aangebracht en je ziet inderdaad gewoon dat hij transparant is. Op zich niks mis mee. Dan heb je de Blush Lighter Stick. Dat is deze. Die ziet er ook heel erg leuk uit. Deze heeft de naam. Kan ik dit wel lezen? 01 Glowing Coral T-Stick Baby gekregen. Het zou een swirled, zacht roze en glanzende gouden blush stick zijn. Waardoor je een stralend effect zou krijgen. Hij is ook makkelijk te blenden, staat er. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Ik heb heel erg jeuk aan mijn neus steeds. Dat is een beetje vervelend. Hij ziet er heel erg mooi uit. Je moet heel goed kijken. Wil je die glanzende deeltjes zien? Op de camera pakt hij dat niet zo goed. Ik zie het zelf wel. En dan ook met de swatch zie je dat eigenlijk wel. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat het straks aanbrengt. En dit is dan de swatch. Dus dat ziet er ook mooi uit. Dan is er een Extreme, of I Love Extreme Blue Crazy Volume Mascara. En dat is deze. Ik zag toevallig dat deze nu ook in het vaste assortiment gekomen is. Heeft hij een naam gekregen? Nee. Oh jawel. 01 Blue. God, wat staat er nou joh? Waarom is het allemaal zo klein? Ik heb bijna gewoon een vergrootglas nodig. Blue Typhoon Corals, als ik het goed zeg. Je zou hier extra volle wimpers mee krijgen. Het is eigenlijk gewoon de variant van de I Love Extreme mascara, maar dan in een blauwe variant. Hij heeft ook hetzelfde borsteltje. En het ziet er zo uit. Nou heb ik laatst, kijk, dit is het borsteltje. Nou heb ik laatst een blauwe mascara getest van... Cartrice, die beviel voor geen meter. Dus ik ben wel benieuwd of dat dit wel beter zou bevallen. En er waren ook nog wel leuke schattige nagelstickertjes. Dat zijn deze, waardoor je je nagels leuk kunt versieren natuurlijk. Met de naam 01 It's a Reel of Happiness. En het zijn gewoon kleurige nagelstickers met schattige onderwater designs. Er zitten rozegouden texturen in. See you soon, zie ik staan. Schelpjes. Nou, kijk maar eventjes of je hem zelf... kunt zien. Er zitten wel hele leuke onderwaterdiertjes in een krapje. Ik denk ook dat het zeepaardje in zit. Ja, wel heel schattig voor een leuke nagellook. Dus dat zijn de producten. Ik ga eventjes mijn haarbandje in doen en dan gaan we het eens eventjes uitproberen. Want ik ben wel heel erg benieuwd geworden. Haarbandje even ingedaan. Dan gaan we beginnen met het lipmasker. Ik kan natuurlijk niet heel lang testen, want er zijn best wel veel lipproducten. Maar ik ga hem later ook nog wel wat uitgebreider testen. Zoals ik al zei, ik vind het gewoon bijna zonde om erin te gaan. Maar dat gaan we wel doen. Hij ruikt niet zo, hij ruikt naar tandpasta. Vind ik niet heel lekker. Maar hij komt ook niet heel makkelijk eruit, want het is heel stug. Dus niet dat je heel makkelijk het product eruit krijgt. Je ziet ook niks. Je ziet ook niks zitten, want ik ben er echt in geweest, al lijkt dit echt totaal niet.
Ik ga hem gewoon even een beetje in laten trekken, maar de textuur is een beetje lastig aan te brengen, dus dat maakt het een beetje moeilijk. Maar goed, we gaan het wel eventjes laten intrekken. Dan ga ik nu gelijk ook mijn gezicht afpoederen, dus ik probeer jullie nog ietsjes meer in te zoomen in de hoop dat het dan net iets beter te zien is. Zo, dan gaan we met de poeder aan de gang. Ik doe het dus eventjes gewoon met mijn kwast. Ik heb gewoon mijn eigen kwastje erbij gepakt. Want zoals ik zei, ik vind die poedersponsjes gewoon fijner om mee te baken. En dat vind ik toch wel fijn met een losse poeder. En dat doe je met deze poeder niet zo. Dus ik ga er nu gewoon zo even in. Ik had mijn basis er al opgedaan. Dus nu ga ik er gewoon zo eventjes in. Om het fijn af te poederen. Ik vind het ook altijd wel lekker met een grote kwast om te doen. Hadden jullie deze collectie ook gespot en heb je daar ook spullen van gekocht of heb je hem laten liggen? Ik merk dat niet alle collecties tegenwoordig door mensen worden aangesproken. Maar ja, misschien vond je hem wel heel erg leuk. Zo, het geeft wel een mooi matterend effect, want ik vind het ook altijd lekker als ik dan mijn basis erop heb gedaan. Het voelt altijd een beetje plakkerig, hè, je foundation en zo. Maar even lekker om er langs heen te gaan met die poederkwast, met je poeder. En ik hou zelf wel een beetje van het transparante, dat je het niet zo goed ziet. Dus dat is wel heel erg lekker. En nu ga ik ook gelijk even door met die lipolie, want dat lipmasker... ik voel hem wel heel licht, maar omdat ik er zo weinig uit krijg, kan ik het niet heel makkelijk beoordelen. Ik voel echt wel dat hij iets doet, maar je moet best wel een flinke laag aanbrengen voor mijn gevoel. En dat kreeg ik er nu gewoon niet uit. Ik ga er heel even overheen met mijn doekje. Dat het er in ieder geval een beetje af is. Maar zoals ik al zei, er zat niet eens zo heel veel op. Omdat het gewoon heel lastig was. Dus ga ik die lipolie even proberen. Soms ook lastig als je heel veel lipproducten hebt. Dan moet je echt gaan kiezen van, oh, wat ga je nu allemaal doen? Zo, hij komt er gelijk uit. Ik ga hem aanbrengen. Ja, de geur is gewoon niet lekker. De applicator is ook vrij hard. Hij glanst wel heel mooi. Ik ga deze gewoon eventjes in laten trekken. Dan kunnen we later wel zien hoe dat eruit ziet. Ik ga even de rest van mijn producten aanbrengen. En dan kom ik bij jullie terug om de andere dingen even te testen. Maar ga ik nu eventjes mijn highlighter en mijn bronzer en even mijn ooglook doen. En dan kunnen we daarna verder om de andere producten uit te testen. Zo, ik heb even alles aangebracht wat ik verder wilde aanbrengen. Dan gaan we nu verder met de blush. En ik ga hem gewoon even vanaf mijn vinger eraan opbrengen. Want ik denk als ik nu een streep ga zetten, dat het echt heel intens wordt. En als ik het met mijn vinger doe, denk ik dat het misschien net iets mooier wordt. En ik moet niezen. Oh, hij wil niet. Helaas. Je ziet gelijk wel dat hij wat roze wordt, maar er mag wel iets meer op. Ik ben wel benieuwd hoe het blenden natuurlijk gaat. Want hij zegt natuurlijk dat hij heel goed te blenden is. Zo, dan doen we gelijk ook even de andere kant natuurlijk. Dat is wel zo fijn. Het valt mij op dat heel veel collecties de laatste tijd met best wel wat meer lipproducten komen. Wat ik op zich wel heel leuk vind. Maar soms denk ik ook wel, goh, zou het niet leuk zijn om bijvoorbeeld dan... toch een beetje te combineren met een ander product bijvoorbeeld. Kijk, je ziet dat die best wel intens roze is. En dan is natuurlijk de hamvraag. Ik had even een doekje gepakt. Blend dit dan ook? Want dat gaan we nu zien, want het moet natuurlijk niet zo streperig blijven. Het blendt wel, maar ik vind ook wel dat het een beetje wegvalt. Misschien komt het ook in combinatie met mijn bronzer. Nou, je ziet er nog wel, maar hij, ja. Misschien was het toch beter om het vanaf de stick te doen. Ik ga dat toch nog even proberen. Moet ik eerst even deze kant natuurlijk ook inblenden. Want zometeen wil dat misschien niet meer. En dat zou
Ja, deze blijf je wel mooier zien. Deze blijf je mooier zien. Deze kant lukt dan wel weer goed en deze kant valt weg. Dus dan ga ik hem toch even vanaf de stick proberen. Zo, gewoon even nog een klein beetje. Oh ja, dan zie je hem wel heel leuk. Maar net wat ik zeg, nou vind ik hem eigenlijk weer iets te aanwezig. Nou vind ik hem net iets te roze. Deze kant vind ik dan eigenlijk leuk natuurlijk. Hè? En dan deze kant is toch omdat ik die stick erop heb gezet te roze. Dus dat was geen goed idee. Ik had hem toch met mijn vinger moeten doen. Maar nou ja, goed, dan weten we dat ook weer. Dat dus geen aanrader is. Dan ga ik jullie even wat inzoomen. Want dan gaan we de mascara uitproberen. En daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Oké, jullie zitten nu op de max. Ik heb er ook gewoon oogschaduw bij aangebracht. Ik heb de look wat lichter gehouden op mijn ogen. Zodat we hopen dat we de mascara goed gaan zien. Maar dat gaan we eventjes zien. Ik vond die zwarte variant altijd wel heel fijn. Dus ik ben benieuwd wat deze doet. Ik heb mijn wimpers wel van tevoren even gekruld. Dat zeg ik er gelijk bij. Ik heb helaas gewoon niet van die intens lange wimpers van mezelf. De kat is een beetje onrustig, sorry daarvoor. Je ziet hem wel. Je ziet hem beter als die toen van Catrice. Nou vind ik het een beetje lastig om praten en mascara aan te brengen. Maar ja, ik vind als ik niks zeg, vind ik ook zo stil dan. Oh, ik zie wel wat gebeuren, jongens. Ik heb ineens toch wel weer wat meer wimpers. Ja, dat is tof. Dan ga ik even ook de onderkant een beetje pakken. Dat is leuk. Nou, de andere kant, uiteraard. Toch wel leuk. Ja, deze zie je echt wel heel goed. Dit is niet zo'n flop. Deze is ook echt wel intens blauw. Ik heb het idee dat hij wel aan deze kant meer doet dan aan die andere kant. Kom maar, Mickey. Kom maar. Oké. Daar heb ik ook niet zo heel veel van. Ja, ik vind het zo wel leuk. Ik weet niet wat jullie ervan vinden. Het moet je ding zijn. Maar het doet wel echt iets voor mijn wimpers. Dat is wel fijn. Dan gaan we nu ook eventjes gelijk de lipgloss aanbrengen. Want dan hebben we alles weer geprobeerd. Ik zal even die lipolie eraf halen. En dan ben ik toch wel benieuwd of we toch nog iets gaan zien van dat ombre effect. Ik ben er een beetje bang voor, maar... Wie niet waagt, wie niet wint. Oké. Plak niet, zeggen ze dan. Nou, hier gaat mijn haar zeker wel aan blijven plakken. Een laagje nog. Dat ik iets meer... Ja, ik plak toch. Ik ga het zo even goed bekijken. Ik ga toch even mijn haar vastmaken. En dan kom ik even bij jullie terug om toch even na te bespreken wat ik er nou daadwerkelijk allemaal van vind. Oké, de eindconclusie van de collectie. Laten we beginnen met het lipmasker. Ik heb hem vrij kort kunnen testen. Er komt weinig uit. Hij ruikt heel erg ook naar tandpasta, wat ik op zich niet heel vervelend vind. Maar ik krijg er gewoon bijna niks uit, want de textuur is gewoon zo stevig dat het heel moeilijk is om er iets van op je vinger te krijgen. Je zou bijna denken, je moet eerst je vinger helemaal verwarmen voordat je er wat uitkrijgt.
Vind ik een beetje lastig. Ik ga hem nog wel wat langer proberen. Maar voor nu vind ik het lastig om er echt daadwerkelijk iets over te zeggen. Want ik krijg er gewoon heel weinig uit. Die lipolie. Ja, hij voelt op zich comfortabel aan. Geeft een mooie glans. Daar is verder niks mis mee. Ik vind alleen de geur vind ik echt niet lekker. Maar ik ben heel gevoelig voor geuren. Ik vind al heel snel iets niet lekker ruiken. Ik vind de geur niet aangenaam. En de applicator vind ik totaal niet fijn. Want het beweegt niet mee. Het is een beetje hard. En daar hou ik niet zo van. Maar op zich qua werking denk ik wel dat het mijn lippen echt goed zacht gaat maken. Ik wil hem nog een keer lekker in de nacht gaan proberen. Want dan merk ik ook niks van die geur, want dan slaap ik. Maar die geur, dat had anders gekund, als je het mij vraagt. De poeder. Vind ik mooi. Hij matteert mijn gezicht mooi. Ik vind ook de binnenkant er heel mooi uitzien. Met die poeder is echt helemaal niks mis. Hij maakt mijn gezicht eigenlijk gewoon mooi, mat. Poedert goed af. Niks over aan te merken. Die blushstick, of blushlighter eigenlijk. Ik zie niet zo heel veel van de glans. Zoals je hebt kunnen zien, heb ik het met mijn vinger geprobeerd. Dan lukt het aan de ene kant lukt het heel goed. En aan de andere kant, dan viel die een beetje weg. Maar blenden gaat wel heel goed. Toen ging ik er overheen met die stick. Ja, dat vond ik alweer geen aanrader. Want nou heb ik zo'n heel roze wangetje. Dat was een minder goed idee. Maar hij doet het wel. Alleen je moet dan gewoon wat meer laagjes aanbrengen. En een beetje opbouwen. En ik zou niet met die stick over je gezicht heen gaan. Bij mij ging dat dus niet goed. Die mascara, die vind ik wel echt tof. Die mascara, die Hij geeft mijn wimpers echt wat meer volume. Ik zie echt ineens van, als ik nu naar mezelf kijk in de spiegel, hey, ik heb wimpers. Vind ik echt wel heel erg mooi. Zag er mooi uit. Ik vind ook de kleur blauw heel erg mooi. Dus dat vind ik echt wel een toppertje. Je moet ervan houden van blauwe mascara. Dat ben ik me ook van bewust. Maar je ziet toch de seizoenen dat er wat meer gekleurde mascara's komen. Niet alle kleuren zullen even leuk zijn, maar deze werkt echt fantastisch. Ja, die lipgloss. Ik vind het een beetje lastig. Er staat bij dat hij onder de effect zou geven. Daar zie ik niks van terug, want hij is gewoon transparant. Wat op zich prima is. De glans is wel heel mooi. Nou, hij doet wel wat voor mijn lippen. Hij is wel heel mooi. Maar hij plakt dus wel. En ze zeggen dat hij geen plakkerige textuur heeft. En dat doet hij dus absoluut wel. Want als ik nu mijn haar los zou hangen, dan zou het er gegarandeerd in gaan plakken. En ik kan ook er eigenlijk wel vanuit gaan dat er vandaag hier en daar misschien nog wel eens een haartje in zal blijven plakken. Dus dat niet plakkerige effect, dat heeft hij dus totaal niet. Maar op zich vind ik het wel mooi. Ik ben eigenlijk benieuwd wat jullie van de uiteindelijke look vinden, wat ik ermee gedaan heb. Ik ben benieuwd of jij producten uit deze collectie hebt gekocht. Of dat je misschien naar aanleiding denkt, goh, ik wil toch nog eens eventjes gaan kijken online wat er nog van verkrijgbaar is. Of dat je er misschien nog iets van wil kopen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar jullie reacties. Ik vond het wel weer heel leuk om deze collectie uit te testen. En net wat ik zeg, de zuigelproducten, die moet ik gewoon even iets langer testen. Zoals dat lipmasker en zo. Maar over het algemeen vind ik het wel weer heel erg leuk. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je de melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En ik hoop je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!